Dames en heren, een goede avond. Zoals net werd gezegd, is mijn naam Jan van Severen en ik ben woordvoerder van Trein Tram Bus. Ik zal u kort even schetsen wie we zijn en wat wij doen. Wij zijn een organisatie die de passagiers van het openbaar vervoer in Vlaanderen vertegenwoordigt. Stipt en frequent vervoer, vlotte aansluitingen, comfort, kortom, meer en beter openbaar vervoer. Daar zetten wij onze tanden in. Wij treden in overleg met de lokale vervoersmaatschappijen. Voor de bus is dat de Lijn, zo heet het bedrijf. En voor de trein is dat de NMBS, de Nationale Spoorwegen. En daarnaast hebben wij ook een onafhankelijke studiedienst. In opdracht van overheden en vervoersmaatschappijen werken onze medewerkers aan onderzoek en advieswerk op het vlak van mobiliteit. Nu, dat gezegd zijnde, ik denk dat wij hier allemaal wel aanwezig zijn om te pleiten voor goed openbaar vervoer. Voor wegen zonder al te veel files, voor een mobiliteit ten dienste van iedereen. Wat ik u hier wil vertellen zal dus misschien geen baanbrekend nieuws zijn. Maar goed, ik ben natuurlijk helemaal naar Brussel gekomen om mijn zegje te doen. En als vertegenwoordiger van Trein Tram Bus wil ik het met u vandaag hebben over de huidige situatie in België, meer bepaald dan voor ons, de situatie in Vlaanderen. En laat ik beginnen met een paar persoonlijke anekdotes. Ikzelf kom uit een dorp dat op zo'n 35 kilometer van Antwerpen ligt. Dat dorp ligt vlak aan een snelweg, dus als ik op een rustig moment de auto neem om me naar het centrum van Antwerpen te begeven, dan ben ik op minder dan een half uur in de stad. Natuurlijk worden we deze dagen om de oren geslagen met slogans over de klimaatopwarming en uiteraard hebben we tegenwoordig op elk ogenblik van de dag file op onze snelwegen. Dus dan is het ook niet meer dan logisch dat ik nadenk over alternatieven en dat ik het openbaar vervoer neem. Indien ik dat echter doe, dames en heren, dan kost het mij in het allerbeste geval een uur vooraleer ik diezelfde afstand afgelegd heb. En ik benadruk hierbij dat het gaat over de ideale omstandigheden, het allerbeste geval. Want in de realiteit, als ik naar de bushalte stap, als ik de bus neem, de trein neem, als ik dan uiteindelijk in Antwerpen ben, wel, dan zijn we alweer anderhalf uur verder. Anderhalf uur, 20 minuten, dat is wel een heus verschil. Nog frappanter is de situatie van een collega. Zij woont in Braschaat, dat is een deelgemeente in de provincie Antwerpen. En zij woont op 17 kilometer van het centrum van Antwerpen. Zij heeft geen auto en dus is ze per definitie aangewezen op het openbaar vervoer. Ik heb het even gecontroleerd voor u. Volgens Google Maps of eender welke andere routeplanner zou dat theoretisch gezien 20 minuten moeten duren om met de bus van Braschaat naar Antwerpen te rijden. In werkelijkheid komt haar bus vaak niet opdagen, want er zijn te weinig buschauffeurs of er zijn problemen op de weg. En uiteindelijk doet ook zij er een uur tot anderhalf uur over, voor 17 kilometer. Vanuit Trein Tram Bus vinden wij deze vorm van dienstverlening ronduit onaanvaardbaar. Ik twijfel of we zelfs nog van het woord dienstverlening kunnen spreken. De stiptheidscijfers van de spoorwegen dit jaar hebben een historisch dieptepunt bereikt, net zoals de klanttevredenheid. Slechts 40% van de busreizigers is tevreden over de stiptheid van de bussen. En dan moeten we ook nog eens denken aan het soort voertuigen dat ingezet wordt. Daarmee bedoel ik het volgende. Verouderde, lawaaierige treinstellen of bussen. Geen airconditioning, geen wifi, geen enkele vorm van comfort. En vaak gaat het dan ook nog eens om voertuigen die zo verouderd zijn dat ik mezelf afvraag of deze bussen, deze treinen of deze niet schadelijker zijn voor het milieu dan de nieuwste generatie auto's. U hoort vast wel waar ik naartoe ga,
We worden massaal naar onze auto geloodst om onszelf te verplaatsen. En moeten we ons daarvoor schamen? Absoluut niet. Het is overduidelijk dat het openbaar vervoer geen duurzaam alternatief biedt voor met z'n allen elke dag in de file staan. Zelfs wanneer we dagelijks in de file staan, zijn we vaak nog sneller op onze bestemming dan wanneer we gebruik maken van het openbaar vervoer. En dus is het niet verwonderlijk dat het fileleed niet afneemt, dat we collectief dagelijks staan aan te schuiven. Het probleem doet zich overigens niet alleen voor op onze snelwegen, maar ook in de binnenstad. En dan krijg je dus mensen die zich proberen voor te verplaatsen op van die ellendige deelsteps en deelscooters en weet ik veel wat nog allemaal. Ik heb hier overigens al opgevangen dat ik niet de enige ben die geen grote voorstander is van die deelsteps. Maar goed, dat is een andere discussie. Nu goed, wat verwachten wij als organisatie van de vervoersmaatschappijen om deze problematiek op te lossen? Wel, dat is best wat. Laat ik even mijn lijstje opsommen. Allereerst, trein, tram en bus vormen geen eilanden. De klant wil zich snel en comfortabel verplaatsen van A naar B. En slechte aansluitingen tussen trein, bus en tram vormen hierin een hinderpaal. Wij vragen als organisatie dus dat deze dienstverlening sterker op elkaar wordt afgestemd. Trein, tram en bus zijn overigens geen concurrenten van elkaar. Wij zien de trein als een soort hoofdtransport voor de lange afstanden. En bus en tram zijn dan de verbindingen die aansluiten op de woonkernen. Tweede punt. We ijveren voor schone en toegankelijke stations. Nu moet u weten dat op dit ogenblik in België slechts 24 grote treinstations toegankelijk zijn voor personen met een beperking. 24! In heel België! En ook de borden met de actuele reisinformatie laten vaak te wensen over. U heeft het vast zelf al eens meegemaakt. U loopt over straat, wandelt naar de tramhalte en daar staat dan zo een elektronisch bord met de tijden waarop de eerstvolgende tram aankomt. Maar dat bord is gewoon pikzwart. Er staat helemaal niets op. Een derde punt is het rollend materieel, oftewel de voertuigen zelf. Wist u dat de oudste trams in Antwerpen ondertussen meer dan 50 jaar oud zijn? En in Gent 40 jaar oud? De Antwerpse tramvloot is gemiddeld meer dan 30 jaar oud. Oftewel, het is haast een museum. Deze overjaarse trams zijn niet toegankelijk voor mensen met kinderwagens. Ze zijn niet toegankelijk voor mensen met een rolstoel en niet toegankelijk voor mensen die bagage met zich meedragen. En bovendien zijn ze ook veel te klein voor het fel toegenomen aantal reizigers. En ook de spoorwegen moeten volgens ons dringend inzetten op nieuwe treinstellen die, indien mogelijk, ook hybride zijn. En in het algemeen moet er gewoon meer geïnvesteerd worden in de aanleg en het onderhoud van onze sporen. Wat ons betreft moet het hele openbaar vervoer in Vlaanderen op de schop. Een kleine aanpassing hier of daar, dat is zo'n typisch Belgische oplossing, dat is een doekje voor het bloeden. We hebben behoefte aan politieke moed, aan politici die niet bang zijn om heel het systeem in vraag te stellen en te hervormen. De vraag is natuurlijk, zoals altijd, wat zal dit allemaal kosten? Ik zal hier niet ontkennen dat de kostprijs voor dit alles een fors bedrag is. Maar we weten allemaal dat dit een stevige return on investment zal opleveren. Bovendien moeten we ook durven nadenken over een aantal andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld het privatiseren van het openbaar vervoer. In Nederland kan je met één simpele kaart, een zogenaamde OV-chipkaart. Want met die kaart kan je een treinrit, een busrit of een tramrit betalen. Je kan er een deelfiets mee gebruiken. Je kan er alles mee. Nu, waarom lukt dat in Nederland allemaal wel? Omdat zij hun openbaar vervoer geprivatiseerd hebben. Voor ons Belgen klinkt dat om een of andere reden als iets wereldschokkends. Alsof we de republiek willen inrichten of alsof we af willen van mosselen met friet als het nationale gerecht. We moeten af van die schrik van het onbekende.
Privatisering kan in dit geval dé oplossing zijn, zowel voor de overheid als voor de reiziger. Daarom bij deze een warm pleidooi voor het Nederlandse model van het openbaar vervoer. Hopelijk vinden we in de politiek een of andere gek die dit voor ons wil bewerkstelligen. Dank u voor uw aandacht.